Goedemiddag, mijn naam is Jeffrey Lodewijks, eigenaar Lodewijks Meat en In a Mood. Ik ben door de WBQA gevraagd om jullie vandaag iets uit te leggen over het rundvlees, vooral de ruggedeelte, dat wil zeggen de nek, ribeye en dunne lenden. En daar jullie iets extra's over te kunnen vertellen. Nou, als we eigenlijk het gehele ribgedeelte zien, dan zien we de nek. Hier zit de kop van het rund en hier zit de stomp, de achterpoot, zal ik maar zeggen, hierachter. We hebben 13 ribben, 5 ribjes hier, 5 ribjes daar en 3 ribjes daar, volgens de Nederlandse snit. Dan zullen jullie zeggen, misschien is de ribeye die ik ooit zie, de ribeye uit Australië of Amerika, is normaal veel groter, dat klopt. De ribeye is in prijs duurder dan de dunne lende, dan de strip loin, waardoor dat er hier ook nog wel eens een ribje of twee ribjes gesmokkeld worden. Dus dan zit er in principe is hier wat langer. Deel nummer 2, de ribeye. Nou, voor iedereen heel erg bekend waarschijnlijk. Ieder restaurant te koop. Eigenlijk eerlijk gezegd mijn favoriet. Dus als je de ribeye, de kwaliteit zie je in principe aan de marmering. Dus hoe meer gemarmerd de ribeye is, des te smaakvoller dat die zal zijn. Twee dingen. Je hebt natuurlijk ook de ribeye die gemarmerd is. En dan zeg je die was taai. Maar dan heb je vaak een koe. Zoals ze in Spanje veel nemen. Dus met veel vet erop. Gelig vet. Is hij wel gemarmerd. Is geen garantie van malsheid. Dit zijn vaarzen. Dus de hele jonge dieren. Jong wil altijd zeggen des te minder nog dat het allemaal wat zachter is. Eén keer kalven is normaal beter, dan wil zeggen dat die dieren vrouwelijke de hormonen dus geen meer aanmaken en dan wordt het vlees wat zachter. De ribeye kan je gewoon normaal snijden, maar je kan er ook iets speciaals van maken. Dat wil zeggen dat je de kap eraf haalt. De kap is het meest smaakvolle, loopt hier. Als je dit, dan moeten we hem eigenlijk... Kijk, je legt hem eigenlijk met je vinger, kan je het vet al blootleggen. Dan hebben we hier het meest smaakvolle deel, in mijn ogen, van het rund. Dat kan alleen als je een hele ribeye hebt. Waarom noemen we het ribeye? Omdat hier deze vetprop, die je altijd tegenkomt, is het oog van de rib. Dus ribeye, dus die vet, dit vetgedeelte wat hier dwars door die ribeye heen loopt. Noemen we het oog. Als we deze schoonmaken, de enige kant die hard is in principe de zin een beetje aan de binnenkant. Aan de buitenkant hoeven we niet veel aan te doen. Dit is smaakvol, dus dat kunnen we altijd beter na de hand eraf snijden dan dat we er nu al aan beginnen. Wederom een burger, alleen moet je opletten omdat hier meer vet in zit dan vlees. Dus dat je vetgehalte niet te hoog wordt. Dan leggen we deze, doen we dat, het oog halen we eruit. Zie je, dit is in principe, op welk deel dat je van de ribeye komt, is dit altijd het oog. Kijk, en dan is het ook wel eens leuk om deze gezamenlijk te serveren. Dus beide. Alleen dan in een ander, dat je ze samen grilt. Alleen dat je dan een stukje van dit en een stukje van dit kijkt. Super marmering.